allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige rechte. Het is vrijdag vandaag en het weekend is weer aangebroken. Een weekend waar ik een hoop plannen had, maar waarvan weer niks terecht gaat komen. Dit keer zouden we een bomenvlucht opnemen. Maar mensen laten het al weten omdat het weer waarschijnlijk te slecht wordt. En er wordt al, voordat de beer geschoten is, conclusies getrokken. Dus nu gaat waarschijnlijk de berenvlucht niet door. Dus moet ik maar weer zelf verzinnen hoe ik weer twee leuke vlogs voor deze weekend voor elkaar kan krijgen. Zo, ik denk, waar zijn mijn weigums? Maar die zijn dus daar zo. Nou, zo, verslik me bijna. Ja, GTA streamen is de laatste week ook niet veel. Weinig deelnemers. Niemand heeft tijd, niemand heeft interesse. Dus dat is wel balen. En ik heb van de week heb ik 1 uurtje gelivestreamd. En toen was ik het eigenlijk al zat, want alleen streamen is niet leuk. Streamen moet je met meer mensen doen. En ik kan vanavond wel weer gaan livestreamen, maar als er toch niemand komt, kan ik net zo goed geen livestream opnemen, want het schiet gewoon niet op zo. Het is wel jammer, want ik heb echt wel zin om een paar leuke livestreams op te nemen. Maar ja, livestreams moet je gewoon met meerdere mensen zijn. Nou, over het incident van gisteren. Want er zijn nogal mensen die het ontzettend leuk vinden dat daar wat over verteld wordt. En ik zal die mensen eens even leuk bedienen door er wat over te zeggen. Toch even dat het op Twitter weer los zou gaan. Toen was er zelfs eentje zo onbeschoft, want ik noem dat onbeschoft, die als eerste antwoord gaf: komt het in een vlog? Vind ik echt asociaal. Schandalig. Dus jammer voor je. Het is alweer voorbij, want ik ga er lekker niks meer verder over vertellen. Ik ga mensen geen credit geven als ze daar zo graag naar vragen. Zo, ik ga even lekker een hapje eten. En dan gaan we wel zien wat we vanavond gaan doen. Waarschijnlijk dus geen livestream omdat er niemand is. Dus ik ga waarschijnlijk vanavond lekker editen, want ik loop nog steeds achter. Ik ben pas bij maandag. Dus dan kan je je eigenlijk wel voorstellen dat ik een beetje vreselijk achterloop. Ik moet even mijn spullen pakken. Ik moet nog even een pakje check pakken. Dan ga ik even eten. Ze hadden weer gevraagd wat ik ga eten. Ik ben een beetje laat ook. Dus ik ga zo de vlog echt even afsluiten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Als ik klaar ben met eten, dan ga ik nog even verder met een beetje vloggen. En ik ga een beetje vloggen bewerken vandaag. Want ja, GTA zit er toen niet in. Dus dan ga ik me daar maar nuttig mee maken. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels bij 11 uur geweest. Batterij is bijna leeg. En de avond is bijna weer voorbij. Ik ga zo weer lekker naar bed toe. Maar ik ben nog even druk bezig op de computer. Ik heb vandaag gelivestreamd met Kev Rijts onder meer. En Jolie was erbij. Ah, Le Chateau, Chutresoli. En met Kevin van Abnormaal. Jullie kennen hem allemaal uit mijn vlog van het Openluchtmuseum in Arnhem. Het was reuze gezellig. En ik ben nu bezig met
met de puinhoop opruimen. De achterstand. Ik heb al een enorme achterstand opgelopen. Ik had alleen nog maar zondag had ik nog in de, ja, in de wachtstand. Dus ik heb nu al maandag al geüpload. Ik ben nu aan dinsdag bezig. Dus ik ben even een inslag. Terugslag aan het inhalen. Een achterstand aan het inhalen. Dat was het. En ik zie nu dat mijn batterij bijna leeg is. Dus ik ga hem. Bij deze ga ik hem afsluiten. Jongens, ik zou zeggen: iedereen de groetjes van deze kant. Ja, het zijn even korte vlogjes allemaal. Maar ik, ja, ik heb ook niet veel te melden. Ik heb het druk. Maar ik beloof jullie, als ik vrij ben, en dat is al aanstaande donderdag. Na aanstaande donderdag ben ik vrij een maand. En dan ben ik lekker vrij. Dat heb ik al 2 keer gezegd. Ik ben zo lekker doordrammerig. Hè. Maar dan heb ik meer tijd. En dan kan ik meer video's gaan maken voor jullie. Nou, ik zou zeggen, iedereen de groetjes van deze kant. Kijk, Bokito, die legt lekker te slapen. Bokito, hij was aan het hoesten vandaag. Ging even niet zo lekker met Bokito. Voor mij gaat het nou wel weer een stukje beter met hem. Hij legt lekker in zijn mandje. Even een ei over zijn bolletje, zo. En dan gaat het allemaal wel weer goed. En daar heb je onze oude dribbel. Dribbelaai. Oude dribbelaai. Dus, we hadden het hoesten. Dus ik was eventjes bang. En ik hou me even in de gaten dat alles goed gaat. Terwijl mijn Skype, William, mijn Skype gaat af. En wie is dat dan weer? Oh, dat is de groepsapp weer. Maar ik heb hem op offline gezet. Dus ik reageer niet meer. Want ik ga niet meer skypen. Ik ben hartstikke moe. Ik heb geen zin meer in Skype vandaag. Het is hartstikke laat al. En ik ben nog druk bezig met mijn vlogs. Dus. Nou, ik zou zeggen jongens. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een blauw duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, jullie weten het, voor een melding. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hierop, it's Ultrax, de enige echte. De groetjes allemaal. En ik spreek jullie allemaal morgen weer. En jullie weten het. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.